De Partij van de Arbeid is altijd een meester geweest in het verraden van de eigen beginselen. Niet waar, dat was begonnen natuurlijk in de twee paarse kabinetten, naar mijn idee. En toen hadden we Rutte 2 gekregen. En nu blijkt ook bij de keuze voor formateurs en onderzoekers dat je eigenlijk lid van de Partij van de Arbeid moet zijn om door Geert uitgenodigd te worden om de zaken weer uit de modder te trekken. Dat geeft natuurlijk wel te denken. Ja. Vindt u Plasterk een verrader of zegt u van, ach, die man kan het ook niet helpen. Ja, je zult maar zo ijdel zijn als Plasterk. Want dat is natuurlijk een hele wonderlijke vorm van ijdelheid. Plasterk was een groot en briljant onderzoeker. Echt waar. Hij scoorde ook internationaal hele hoge ogen. Het moet een hele intelligente man zijn. Maar hij dacht dat je, als je een heel intelligente man bent, dacht hij, dan ben je ook een goede politicus. Maar dat is een misvatting. Om politicus te worden moet je een zekere, wat zal ik zeggen, animistische domheid hebben. Je moet namelijk in staat zijn om de eerste, de beste randebiel die je tegenkomt ook te begrijpen. In plaats dat je meteen een vierkantsvergelijking gaat maken en zo. En zegt dan dat je zo slim bent. Ja, wie zou trouwens nog een zo uit de losse pols een vierkantsvergelijking kunnen maken? Nou, sommigen doen zo van. Dat betekent eigenlijk dat ze er waarschijnlijk niet veel van terecht zijn willen brengen. En dat ze blij zijn dat ik niet kom vragen of ze dat hier eens even uit komen kunnen leggen. Hoe dat zit eigenlijk allemaal.